Goedendag allemaal. Ik zijn een tijdje geleden is naar een schuurfeest geweest. Ja, je zult zeggen, wat ga jij daar nou naartoe doen als oude vent? Want een schuurfeestje, dat is toch eigenlijk meer voor de jonge gasten. En dat is ook al zo. Maar ik wilde het gewoon eens een keer bekijken. En ik moet zeggen, dat is een heel gezellige boel. En de jonge lui die daar zijn, die hebben ontzettend veel plezier. Je ziet er af en toe ook nog wel eens een oude tussendoor fietsen. Maar dat is toch in de minderheid. Het is eigenlijk buitengewoon gezellig. En het is iets dat bij het platteland hoort. Maar er zijn nou bij ons hier in de buurt gemeentes die willen er eigenlijk paal en perk aan stellen. Want die zeggen, ja, die schuurfeesten, daar worden ontzettend veel gezopen en een hoop rotzooi. En daar houden we eigenlijk niet van. Maar ja, dat is eigenlijk allemaal een beetje flauwekul, denk. En over het algemeen, en van die dingen, die worden dan zwaar overdreven. Bij ons vlak in de buurt hier hebben we nou pas geleden twee grote schuurfeesten gehad. En één, daar waren de gemeenten eigenlijk al op tegen en die wilden dat een beetje tegenhouden. Maar goed, dat wilden ze dan toch deze keer nog wel toestaan. En ze hadden als eis gesteld dat er een bepaalde limiet gesteld moest worden aan het drankgebruik. Dus dat hebben ze op een manier gedaan. Ze hebben kaarten verkocht. We moesten van tevoren kopen. Ik wilde dan zoveel consumptiebonnen op. En dan konden daar eigenlijk toch vrijwel ongelimiteerd drinken. Want het was min of meer ongelimiteerd daar. Gedonder wil nou dat er uiteindelijk veel meer mensen op afkwamen dan ze hadden gedacht. En het ergste was dat het ook een hoop mensen waren en jongelui waren die eigenlijk weinig of niks met de landbouw te maken hadden. Maar in feite er alleen maar op uit waren om rotzooi te gaan schoppen. En dat hebben ze ook flink gedaan. En niet in de tent als zodanig, want was in een tent, was wel een schuurfeest, maar ja, we praten over een tent. En dat we hier allemaal buiten, toen het min of meer afgelopen was, begonnen ze te vechten en ruzie te maken met de politie en een hoop gelazer. En dan komt er natuurlijk slecht in de publiciteit en daar waren geen mensen blij mee. Maar goed, ze hebben beloofd, dat was de KPJ, die hebben beloofd dat ze dat niet meer op die manier aan zouden pakken en strenger zouden controleren. Nou is er pas geleden weer een ander schuurfeest geweest, ook hier vlak in de buurt. En daar hadden ze het weer geleerd van dat andere feestje en ze zeiden weer wat we doen. We gaan het veel strenger controleren. Iedereen moest zijn identiteit pas bij hebben. Iedereen moest van tevoren kaartjes kopen. En dan moesten ze betalen, geloof ik, €17,50. En dan kregen ze dan 20 bonnen voor, om te drinken in de tent. Nou, dat is allemaal uitstekend verlopen. En dat is prima gegaan. En eigenlijk is daar geen wanklank te vinden geweest. Dus de gemeente is toch wel weer tamelijk gerustgesteld. Er waren, om voor alle zekerheid, was de politie ook aanwezig, die is even komen kijken, maar je weet dat wel, als je natuurlijk een politiepet ziet, tussen allemaal van die feestvierende mensen, ja, dat is niet altijd echt bevorderlijk voor de rust. Hè. Er zijn altijd mensen die denken, dat moeten we dan toch, dat irriteert een beetje. En de politie weet dat zelf ook wel, en die zijn op afstand gebleven en bedreigen niet meer al te zien, en ze waren ook helemaal niet meer nodig. Dus wat dat betreft kunnen we zien dat dat toch eigenlijk goed gaat. En schuurfeesten of tentfeesten op het platteland, jongens, dat is men en meisjes en vrouwen en mannen, dat is echt iets wat we niet kunnen missen en ook niet willen missen. Want het hoort erbij, het hoort bij het platteland. Het geeft een gezelligheidssfeer, het is iets nieuws. Je kunt het lekker buiten op een landerij doen waar je geen mens eigenlijk stoort. Je hebt volle parkeergelegenheid, je kunt muziek uitzetten en de discjockeys die kunnen er gang maar gaan. En iedereen kan lekker uit zijn dak en al zijn energie kwijt. Dus dat moeten we eigenlijk een beetje zo houden. Kijk, in vroege tijden hadden we dat natuurlijk helemaal niet. Toen wisten we helemaal niet wat schuurfeesten waren, maar we wisten wel wat feesten waren. Kijk, in onze tijd dan gingen we naar de kermis. En ik weet wel, ja, dat is schande om te zeggen, maar ik had pas een brommer gekregen. En ik was nog geen eens 16 en ik was nog maar 15 en met die brommer naar de kermis toe. Eigenlijk een beetje te veel gedronken. Maar ja, je zou zeggen, hoe kan dat nou? Maar ja, dat gebeurde. Pilsje hier, pilsje daar, rondje van de dier, rondje van de nadere. En wat gebeurt er? Ik rijd naar huis en ik rijd de sloot in. En mijn brommer beschadigd en heel mijn zonnige pak kapot. Dus ja, daar zat er mee. En nou, toen hadden ze bij ons in dorp een tijd later wijnfeesten. Dat was ook allemaal ja, plattelandsachtig eigenlijk. Ze hadden dat ergens van Duitsland overgenomen. Mensen gingen wat meer reizen en er moest een wijnfeest komen. Nou, de meeste van ons in dorp die hadden eigenlijk nog nooit wijn gedronken. Maar ja, als je dan daar naartoe ging, dan dronk de wijn. En je wist eigenlijk niet wat voor uitwerking dat zulke wijn op had. Voordat je het wist, lag ondersteboven. Vooral als je uit je stoel opstond en je ging naar buiten, dan lag de plat. Maar bij ons thuis waren ze van die politiek. Mijn vader die zei, jongen, ventje, als jij s'avonds een grote vent kunt zijn, dan kun jij dat s'morgens ook. En na dat wijnfeest was de andere dag strooilaaien. Het was zo wat in augustus.
Vol op strooi gelooien. Ja, kon bijna niet uit de ogen gekeken, maar je moest aan de slag. En ja, dat is ook maar goed ook. Maar terugkomend op de schuurfeesten, ze blijven en het is ook een prachtige markt voor jonge mensen, plattelanders, die elkaar daar ontmoeten. En die zullen jij niet gauw vinden bij Yvonne Jaspers, die straks weer met zo'n nieuw Boer zoekt vrouw programma gaat beginnen. Want gezonde jonge mensen, die weten hoe ze het aan moeten pakken, die vinden natuurlijk op zo'n schuurfeest, vinden ze altijd wel iemand die aardig of leuk is of alles ergens anders. Dus we houden de schuurfeesten erin, hè? Dat is gezellig voor het platteland. En het zet de omzet ook een klein beetje op, want ja, je kunt natuurlijk daar goedkoop drinken. Want als je een pilsje gaat halen in een normaal café, dan betaal je daar een fors bedrag voor. En als je dat allemaal op die manier kunt doen, dan is dat betaalbaar. En vandaar ook dat we natuurlijk op het platteland links en rechts van die zogenaamde zuipketen hebben. Dat is eigenlijk een voorfase voordat je naar het schuurfeest gaat. Daar komt er onder elkaar wat kratjes bier in de supermarkt. En dus elke week is er wel ergens een aanbieding, waardoor jij lekker goedkoop aan een bier kunt komen. Drinkt de dag gezellig met z'n allen flink wat pilsjes, dat je in een goede moed bent. En dan ga je naar het schuurfeest. Maar je moet op tijd weten hoe je moet stoppen, man. Want dat is belangrijk. Dus, en of je moet er een bob meenemen, hè. Dan zijn je helemaal gevrijwaard van een bob. En als je dat doet, dan zijn je klaar. Ik ken iemand die zei, ik weet precies wanneer ik moet stoppen, dat is als ik naar buiten moet en ik moet een plas doen. En als ik twee stralen zie, dan weet ik, oh, nou is het afgelopen. Nou zal dat niet voor iedereen gelden, maar iedereen kent wel zijn eigen limiet. Dus veel plezier en ik zou zeggen, houd de moed erin en rij voorzichtig naar huis. Houdoe.